Mattie, 0-3 verlies in eigen huis van PSV. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, ik vind dat wij die wedstrijd goed hebben begint. Het is gewoon jammer die rode kaart van Mees en die maakt het verschil van de wedstrijd. En wij proberen alles om die linie dicht te houden en dat PSV geen kansen kunnen krijgen. En in de tweede helft zie je dat de ruimte groot gaat maken en ook die eerste doelpunt van die kanten van PSV. Dus het is gewoon heel, heel zonde. Ja, je zegt het al, de 1-0, de count van PSV. Hoe lullig is dat vlak voor rust? Ja, is gewoon altijd zonde. Is niet leuk. Maar je moet gewoon alles doen om betere dingen te doen. En gewoon team goed houden en de lijnen dicht zetten, compact houden en disciplineerd zijn. En ik vind dat iedere speler heeft goed gestreden. Gewoon algemeen in de hele wedstrijd. Dus is gewoon jammer. En dan sta je 11 tegen 10 tegen de koploper. 1-0 vlak voor rust tegen. Wat wordt dan het plan in de tweede helft? Eigenlijk wat wij hebben gedaan in de laatste fases in de eerste helft. Dat wij gewoon proberen om blijven druk te houden naar PSV. Goede intensiteit in onze druk. Maar gewoon, je kunt ook zien dat... Dat je moet veel lopen als je met 10 man speelt. Dan moet je alles best doen. En dan komt er ook een einde aan een mooi ongeslagen status in eigen huis. Zit dat dan ook nog in jullie hoofd, of althans in jouw hoofd? Ik vind het wel. Ik vind, vorige seizoen was heel goed thuis. Geen wedstrijd verloren. En dan komt deze wedstrijd tegen PSV. Maar... Ja, één keer moet het gewoon gebeuren, denk ik. Maar dan moeten wij ook van de wedstrijd leren en terugkomen van de volgende wedstrijd. Op naar volgende week. Zeker.